Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik een hele leuke ruilsamenwerking inpakken. Dit is een ruilsamenwerking met mijn beste vriendin en mij. En ik ga dat allemaal filmen voor jullie, hoe ik dus eigenlijk mijn orders inpak. Want dit is een soort van, ja, orderbestelling, hè? Dat is hetzelfde woord. Of ja, nee, order is Engels voor bestelling. Zo. Dus ik ga dat allemaal voor jullie filmen. Dus zijn jullie benieuwd? Vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Oké, als eerste ga ik op een andere plaats zitten, want hier in mijn bed kan ik dat niet goed inpakken en ook niet goed filmen. Dus we gaan eerst even naar een andere plaats. Oké, zoals jullie zien ben ik aan mijn bureau gaan zitten. En ik heb hier mijn bestellingsboekje bij mij genomen. Want hier schrijf ik alle bestellingen in op en ook alle ruilsamenwerkingen. Dus nu ga ik eerst haar bestelling opschrijven, want anders ga ik niet echt verder. Dus dat ga ik nu allemaal even doen. En dan zien jullie nu een timelapse van... Wow. En dan zien jullie nu even een timelapse van hoe ik alles opschrijf. Dus ja. Oké, alles staat in mijn boekje. Ja, je ziet dat niet heel goed, maar het staat er dus op. En dan ga ik nu even alle spullen bijeen rapen. En dan zie ik jullie zo terug. Oké, ik heb alle spullen bijeen gezocht. En ik zal even laten zien wat ze allemaal heeft. Als eerste dit rolletje sieraden ijzerdraad. Er zit 40 meter op zo'n rol. En je kunt die bestellen via Instagram. Via DM op Instagram. Dat komt nu hier in beeld. Of via mijn site. Ik zal er ook hier ergens in beeld zetten. Dus als eerste heeft ze dat. Dan heeft ze... 200 kleine Ziploc zakjes. Die zijn ook op mijn site. Dus ja, neem zeker een kijkje. Alle spullen die ik laat zien staan normaal gezien op mijn site. Dus dan weet je dat allemaal. Dan ook nog 100 Ziploc zakjes groot. Ze krijgt ook nog dit armbandje up. En als je de vorige video hebt gezien, dan weet je waarom. Want er waren zo 3 armbandjes. En eentje voor mij, eentje voor mijn beste vriendin en eentje voor mijn andere beste vriendin. Dus dan weet je dat. Dus kijk dan zeker ook nog de vorige video. Als je die nog niet hebt bekeken. En daarna heeft ze ook nog heel veel oba-haakjes besteld. Alleen die moet ik nog tellen. En ze heeft ook nog goud ijzerdraad besteld. Dus die moet ik ook nog, dat moet ik ook nog afmeten. Dus dat doe ik zo meteen. Als eerste ga ik nu alle oba-haakjes tellen. Die ze besteld heeft. Dus waarschijnlijk komt er dan nu weer een timelapse. Want anders duurt het allemaal veel te lang. En dat is niet zo heel handig als die video... super lang duurt, want dan wordt het gewoon een beetje saai. Dus ik denk dat er nu een timelapse komt hoe ik deze oba-haakjes ga tellen. Dus ja. Zo, alle oba-haakjes liggen hier. Ik heb ze net geteld. En voor de mensen die zich afvragen van, of ik mijn handen ontsmet voordat ik een bestelling inpak... Ja, ik ontsmet die eigenlijk altijd voordat ik een bestelling inpak. Maar eigenlijk laat ik dat nooit zien op camera. Ik weet niet waarom. Maar ik ontsmet ze dus wel. En sorry als dat beeld heel zo anders gaat. Dat komt door de zon. De zon schijnt een beetje fel. Dus daardoor verandert dat beeld. En ja, daarom. Ik ga nu al deze oorbelhaakjes in Ziploc zakjes doen. Ik heb hier al een Ziploc zakje. Maar ik moet er nog een zoeken. Dus dat neem ik zo meteen wel. Ik ga dat er nu allemaal in doen. Zo, de gouden oba-haakjes zitten er al in. Nu nog de zilveren. Dus ik ga heel even een Ziploc zakje nemen. Oké, hier zitten alle zilveren oba-haakjes. Dus nu heb ik eigenlijk alles. Buiten dat ijzerdraad. Dat ga ik nu heel eventjes pakken. Dus dan ben ik zo weer bij jullie terug. Oké, ik heb het ijzerdraad. Dit is gewoon een goud ijzerdraad. En hier heeft ze 3 meter van besteld. Dus nu ga ik 3 meter ijzerdraad afmeten. Hier is een lat. Ja, prachtige lat. Dus dat ga ik nu doen. En dan ga ik dat rond een papiertje doen. Of ja, zo rond een kaartje. Zodat dat ook wel verpakt is. Ik moet alleen nog heel even een kaartje zien te zoeken. Of... zelf maken, want anders weet ik niet hoe ik die ga oprollen. Of ik kan ook gewoon zo, ja, zoiets doen.
Dat heb ik er ook liggen. Dus ik ga nog heel snel even kijken hoe ik dat ga doen. En dan zien jullie weer een timelapse van hoe ik het ijzerdraad afmeet en alles. Oké, het ijzerdraad zit erop, zoals jullie kunnen zien. Dus nu heb ik eigenlijk alles afgewogen. Ik bedoel, alles bij elkaar. Ja, hoe zeg je dat? Nu heb ik alle spullen bij elkaar. En nu gaan we het inpakken. Maar voordat we het gaan inpakken, hebben we natuurlijk inpakspullen nodig. Dus die komen nu in beeld. Oké, alle inpakspullen liggen hier. Door het vloeipapier zie je mijn heel even niet. Ik ga dat heel even aan de kant leggen. Dus van inpakspullen heb ik het vloeipapier, zoals je al zag. Ja, mijn visitekaartje. Ik moet die alleen nog veranderen, want ja, mijn logo is nu veranderd. Ik heb allemaal stickertjes. Leuke inpakzakjes. Ik weet nog niet hoeveel ik ervan ga gebruiken, maar het is wel leuk om al bij me te hebben. En dan heb ik ook een brievenbezoek, want daar ga ik het in maken. Of ja, in doen. Dus ik ga nu de brievenbusdoos eventjes, ja, hoe zou je dat maken? In elkaar zetten. Oké, de brievenbusdoos steekt in één. Zo ziet hij eruit. En als eerste ga ik het vloeipapiertje erin doen. Oké, het vloeipapiertje ligt erin. En dan ga ik alles er heel netjes inleggen, denk ik. Als eerste ga ik het ijzerdraad, in dit zakje steken. Een heel leuk zakje. Als het erin past. Oké, ik denk niet dat het erin gaat passen, dus dan kan ik dat niet in het zakje doen. Maar dus, ik heb dit rolletje ijzerdraad. Die ga ik dan in zo'n zakje doen. In zoiets. Samen met het andere draad. Met dit. Heel even verstoord. Maar dus ik zei dat ik dit hierbij ga doen. Dus dan steek ik hier het draad in. En dan moet ik er alleen nog een sticker op plakken. En dan is het heel leuk ingepakt. Oké, ik ben terug. Ik werd er straks even onderbroken door mijn mama. Omdat ik moest gaan eten. Maar waar waren we gebleven? Ik dacht net dit was ik bezig. En ik was dus net gaan eten. En voor de mensen die zich misschien interesseren wat ik had gegeten. Ik had namelijk een croque monsieur gegeten met ham en kaas. En pesto ertussen. Dus dat is een aanrader. Als je graag pesto eet en croque monsieur. Dus je moet het echt eens proberen. Als je dat lekker vindt. Hè. Maar we gaan nu verder met dit. Dus hier steek je dan zo. Ja. Je weet wel. De ijzerdraad en alles in. Dus dat gaan we nu dicht doen. En dan plak ik daar het sticker op van stickerdoos. Want hier ga de sticker met Hello Georges opplakken. Dat past hier heel goed bij. Kijk, dat is rood. Wow, dat beeld. Sorry, dat komt door de zon. Dat is rood. En dit is ook rood. Dus dat matcht heel goed. Ik ga dat opplakken. En kijk hoe schattig. Oh, die zon. Oké, die komt zitten op dat beeld. Waardoor dat beeld zo donkerder wordt. En sorry als het een chaotische video wordt. Echt sorry. Ik doe mijn best om zo leuk mogelijk video's te maken.
Dus ja, sorry als het dan zo ineens van dit naar dat onderwerp gaat. Mijn excuses daarvoor. Maar ik heb het dus nu ingepakt en ik ga dat hier in mijn brievenbusdoosje leggen. En dan ga ik dit armbandje met upper bijleggen. Dit hem. Dat leg ik hier gewoon bij. Of ja, ik leg het erop. En dan de ziplock zakjes komen ook op. En dit grote ziplock zakje ook. Zo. Ik zal zelfs laten zien hoe ik het heb neergelegd. Wat had ze dan nog? Deze oberhaakjes. En in het goud. Dus deze oberhaakjes, die leg ik hier ook gewoon tussen. Naar plaats is. Dan moet ik zelfs ook nog een extraatje pakken. Dus dat doe ik zelfs. Oké, alles ligt hier op. Eigenlijk is dat niet zo heel veel. Dat ziet er zo uit. Zo. En dan ga ik nu een bedankkaartje schrijven. Van ja, bedankt voor de leuke ruilsamenwerking. Niet netjes een pen. En wat ik dus al zei, dat ik het logo nog moet veranderen, want ik heb een nieuw logo nu. Maar we gaan even een leuk tekstje erop schrijven. Ze noemt trouwens Lise en heeft ook een sieraad-account. Bedankt voor de leuke ruilsamenwerking. Bedankt voor de leuke ruilsamenwerking. Veel plezier met de spulletjes. Veel plezier met de spulletjes. Groetjes nog jullie. Zo. En dan meestal doe ik ook nog zo XXX, want ik vind het wel leuk. Dat maakt dat zo iets leuker. Dus zo ziet dat kaartje eruit. Dat is nu een spiegelbeeld. Maar ja, je weet wel hoe ik bedoel. En dan leg ik hier altijd op als ik dit dicht doe. Maar ik zal eerst jullie laten zien hoe het er nu uitziet. Want misschien vinden jullie dat wel leuk als ik dat eventjes leg. Dus zo ziet dat eruit. Hier liggen alle ziplockzakjes. Hier de oorbelhaakjes. Hier het draad, zeg maar. En hier het extraatje. Het armbandje. En nu ga ik dat dicht doen. Want hier komt het bedankkaartje in. En ook een extraatje dat ga ik hierbij doen. Maar confetti kan niet ontbreken. Dus ik ga er eerst eventjes hele leuke confetti bij doen. Namelijk deze. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik zei net dat het confetti niet kan ontbreken. Dus hier is de confetti. En die gaan we erover strooien. Dat is een echt cadeautje. En dan gaan we het dicht doen. Zo. En ik plak er altijd dicht met een sticker. Dus we gaan een leuk sticker zoeken. Ik denk sticker waarop staat happy. Die is wel leuk. Zo'n roze sticker. Op happy. Dus die ga ik opdoen. Zo. Kijk, zo ziet het eruit. Dan doe ik het visitekaartje erbij. Of ja, bedankkaartje. Zo. Wat moet er nog mee? Wat moet er nog bij? Nog meer confetti. Oh, ik vind confetti echt heel leuk. Zo. En dan moet zometeen het extraatje ook nog bij. Maar dat doe ik er zo meteen bij. Waarschijnlijk ga ik er bijtjes bedels geven. Want dat wil ze echt heel graag. Dus eigenlijk is nu de bestelling klaar. En zo ziet dat eruit. Dus dit is eigenlijk hoe ik mijn bestellingen inpak. Soms pak ik ze ook in bubbel enveloppen. Dus zo kleine bestellingjes pak ik altijd in bubbel enveloppen. Ik hoop echt dat jullie dit een heel leuke video vonden. Ik heb echt mijn best gedaan om er een leuke video van te maken. En straks ga ik je dus uitwisselen met haar. Dus dan komt er weer een video online binnenkort. Van ja, hoe zij het heeft ingepakt. En gewoon eigenlijk een unboxing video. Dus ik hoop dat jullie dat leuk gaan vinden. Ik kan ook eens een video maken van mijn stash. Of ja, sieraden stash, onderdeel stash. Noem het maar op als jullie allemaal willen. Dus als jullie nog leuke ideetjes hebben, laat het me dan zeker weten in de reacties. Want ja, dan zal ik het proberen te maken voor jullie. Dus dit was de video voor vandaag. En hopelijk vonden jullie het een leuke video. En tot de volgende keer. Doei!